Geniaal, zwaaien van drie propellers. Ik zie overal mijn eigen naam staan. Schitterend mooi. Welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn ondertussen in Oldenzaal. We hebben een mooi stukje gereden. We staan bij mijn naamgenoot, Kuipers Logistic. Hier rechts van me is Bert. Daar gaan we vanmiddag mee. Morgen, Bert. Goedemorgen. Morgen. Heb je er zin in? Ja, je moet nog wel heel even wachten. Ja. Je moet nog wel even wachten. We gaan beginnen met Björn. Morgen, Björn, wat gaan wij een beetje doen? Nou, ik heb als enige chauffeur hier de eer om met een containerchassis rond te rijden. Een brekerchassis. En wij gaan met z'n tweetjes even een containertje lossen in Bad Bentheim. Achter in Duitsland is dat toch? Ja, net over de grens. Maar het is net hoe je het bekijkt. Ja, precies. Vanaf Polen is het helemaal achter in Duitsland, maar nu gaan we net over de grens. Nou, super tof. We hebben heel gevarieerd werk. Straks gaan we meer uitleggen wat jij allemaal doet, want dat is weer heel ander werk. Dan gaan we nu beginnen. Dus we gaan de eerste auto pakken en dan straks gaan we wisselen naar, van de oudste DAF naar de nieuwste DAF. Super tof. Nou, ga lekker mee. We gaan beginnen. Nou, mooi Björn, we hebben 6,5 uur over de Duitse autobaan gereden. Inmiddels aangekomen. We zijn aangekomen. In Bad Bentheim. Bad Bentheim, dat klinkt heel Duits. Maar goed, we zijn dus net over de grens. Ik ruik Nederland nog. Je hebt ook een hele leuke stand erop zitten, heb ik begrepen. En wat je hier ook leest, de douanestand. En de douanestand, we kunnen het ook even laten zien, toch? We zouden het kunnen laten zien, ja. Oké, top, dan gaan we dat ook gewoon doen. Want dat is wel leuk voor de kijkers. Ik kon het ook niet. Dus er zit een douanestand op voor als je dus bij de douane bent en je moet die middelste trailer laten controleren of die leeg is. Wat zei ja, je? Ja, als die leeg is. Zegel. Of zegel of douane. Of gewoon als je een lege container hebt en je levert op depot in. En dan kun je hem inderdaad even naar voren halen. Hoef je hem niet te breken zoals wij dat in vakterm noemen. Ja. En dan kun je erbij. En dan kan de douane dus controleren. Dus dat gaan we even laten zien. Dat is wel leuk, weet je. Wist ik ook niet. Dan kunnen we eventjes tussen de bak inkijken en daarna dan ga je hem waarschijnlijk weer terugschuiven. Ja. En dan gaan we hem echt uit elkaar breken. En dan gaat eerst de voorste voor de deur. Ja, en die achtste die gaat straks mee terug naar Nederland. Die is leeg. Super. Nou, laten we ons ding doen. Nou, we staan nu tussen de bakken in, maar omdat het ietsjes stroever was, misschien staat hij ietsjes scheef of niet helemaal recht, weet je wel. Het loopt hier ook een beetje schuin af, ging het wat stroever naar buiten. Maar we staan dus tussen de bakken. En je kan dus zien dat dit stuk is uitgeschoven en dat je nu dus het zegel kan controleren of even kan kijken of die bak leeg is of dat er wat in zit. Zeg het maar, je kan in ieder geval nu even bij de auto komen van de voorste bak om even te controleren of iets anders. Super handig dat je hem zo even uit elkaar kan schuiven, maar nu gaan we dus het echt uit elkaar halen. Dus we gaan deze weer terugschuiven en dan die voorste schotel los. Volgende. Een beetje fris is, gaat hij de vooruit in. Hij is toch super kort, dus dan gaat de hele wagen naar binnen en dan lossen ze hem binnen. Nou, zoals jullie van me gewend zijn, knippie knippie. Het is een container die uit China komt, dus er zit een douanezegel op en die moet doorgeknipt worden. Maar het zijn beste zegels. Dus ik ga eens even kijken of ik hem in één keer door kan. Meestal sta ik met deze kniptangetjes op Amsterdam Centraal. Goeiedag, Piet. Ah. Het zit ook lekker op hoogte. Ah. Ik denk dat ik hem te laag heb, of niet? Wacht, we gaan het nog een keer proberen. Tjoe, man. Oké. Okay. Ah. Dit is nog pittig. Fiets op het Centraal Station is makkelijker. Jongen, nou, hij komt wel nu hoor. Ah, die schaar is gewoon bot. Man, man, man. Ja, jullie zitten me gewoon te fokken, denk ik of zo.
Ik pak hem dus meestal zo en op de borstkast. Hier al. Ja, hij heeft nu drie minuten geen lucht meer. Nou, best gaan. Kan niet open. Nou, leuk joh, zo'n container doorknippen. Zo, had ik niet verwacht, even zo'n zegel. Nou, schitterend mooi. Nou, met containervervoer is het zo dat je niet verzekerd bent als chauffeur achter in de container. Dus je wordt altijd gelost bij de klant. Kun je lekker zelf een bakje koffie doen. Dus dat is lekker makkelijk. Dus we gaan hem zo meteen weer achteruit naar buiten gooien. Spulletje weer compleet maken. De breker weer aan elkaar zetten. En dan kunnen ze terug naar de zaak. Wij gaan ook weer terug naar de zaak. En dan gaan we wisselen met chauffeur Bert. Containers moeten altijd weer schoon ingeleverd worden. Dus die moeten altijd uitgevegen worden na het lossen. Heb ik net gehoord van betrouwbare bronnen. Dus ik ben de beroerdste niet. Pak die bezem even en veeg hem uit. Houdoe. Daar zijn we weer. Bert die is lekker aan het rommelen in de auto met de pompwagen. Die zet de pelletjes in de lengte achterop. Dan worden ze weer gelost. Maar wat is dit? Dit is bij FP binnen, in Wierden. En dat zijn dus allemaal meubels en die komen rechtstreeks vanuit Italië. Kuipers die haalt die op uit Italië. Dan wordt het, soms is het een volle vracht, dan gaat het in één keer hier naartoe. Maar meestal lossen ze het bij hunzelf. Dan wordt er een soort van georderpik wat hier naartoe moet en waar een andere klant naartoe moet. En dan heeft Bert weer een mooi vrachtje. Dus gaan we zo even, als die auto leeg is, dan gaan we even kijken wat het allemaal is. Want het zijn voor binnen en voor buiten. Maar ze hebben hier een hele showroom, dus kunnen we even kijken wat voor moois er ondertussen staat. Nou, ik voelde mezelf ook een stuk meubilair, dus ik ga hem even nuttig maken. Ik ga mooi even op de rietstruk. Hup, hup, hup. Vertrouwen in het bed? Ja, dat gaat goed. Oh, hoppatee. Oh, andere kant op. Ja, heel goed. De zakken. Jarenlange ervaring, hè. Zie je wel. Pak ze gewoon zo uit de stelling. Waar moet je heen? Met de bus? De wagen is gelost, dus we zijn leeg. We gaan weer naar Kuipers, naar Oldenzaal. Ja. Dan gaan we omkoppelen. Er staat een volle trailer met tegels. Dus gaan we weer wat anders doen. Gaan we met de zijkant lossen. Maar als het goed is, mag ik even met jou nieuwe dag rijden. Ja, zeker, hij is een maand oud, 16.000 kilometer. Ja, klopt. Dus dat is wel leuk. Nieuwe XG hebben we nog niet eerder meegereden. Ziet er onwijs mooi uit aan de binnenkant, maar dan ga ik zo wat laten zien. Nou, we gaan naar Oldenzaal, denk ik. Nou, helemaal goed. Mooi man, we gaan weer instappen. Dan. De auto's van Kuipers en Bert die heeft net geblazen terwijl we weggingen. Toen heeft hij langer dan een uur stilgestaan. Maar zij willen dus waarschijnlijk niet dat je met drank oprijdt. Dan zit er een speciaal kastje in, er zit een nieuw mondstukje op. En nu kan ik dus blazen. Dan moet je een herhalingstest doen. Hij staat nu goed als blazen. Blazen HUB, hoe lang moet ik blazen, hoor ik dat? Ja, zo tik tik en dan is het klaar. Dat ik helemaal licht in mijn hoofd word? Gewoon even goed ademhalen en blazen. Oké. Okay. Blazen. Analyse, kijk. Test, oké. Okay. Hoppa, nou mag ik verder rijden. En wat gebeurt er als je alcohol op hebt, dan stopt die auto? Ja, hij neemt aan dat hij zo zal stoppen, maar dat staat hij niet. Als de test niet goed is, dan wil hij... Goeie reis, staat er nu op. Nou, keurig, we mogen weer. Goeie reis, nou ja, dank u. We zijn weer terug in Oldenzaal, maar nog niet bij Kuipers zelf, maar bij een andere klant. We kregen tussentijds van Wierden hier naartoe, wat ik zei, we gaan koppelen bij Kuipers, maar nee. Kregen we nog even één klantje tussendoor met een paar pelletjes. Maar ik zeg, oh, dit red ik wel. Ik heb normaal gesproken een elektrische pompwagen, nu een handpompwagen. Ah, dat gaat ook wel. Maar er zitten grote armen van kranen of zo, is dit. Nou, mijn truik is zo meteen wel uit, Bert. Begin nou, dan zwijgen we met drie pelletjes. Nou komen de grote nog. Zeg je? Nou komen de grote nog. Ah, nu de grote? Oh. Ze worden echt steeds groter, hè? Ja, het is binnen nog veel groter liggen.
is een echt vet grote haak hoor. Weet niet wat ze hier mee gaan optillen. Hoppa, we hebben er 7, dus we doen 3 in de kop. De witte bij witte, 4 gele. Van die grote knoepers. Nou, dit is hem. We gaan naar Kuipers. Ik weet niet of ze moeten lossen of misschien dat ze erin blijven staan, maar we kunnen in ieder geval koppelen met die andere trailer. Bij Kuipers. We hebben deze trailer neergezet op dokkie 1 en op dok 3 hebben we trailer 4 weer gepakt. Die zit vol met tegels, daar kunnen we zo mee naar Almelo. Bertie heeft al de papieren al even geregeld en aangekoppeld en geslingerd en gedaan. Dus we zijn omgekoppeld, het gaat mooi vlot hier. Deze die wordt alweer gelost, die zie je allemaal heen en weer stuiteren. Het ging mooi vlot zo. Nou, volgens mij Bertie loopt even naar binnen. Ik denk dat we even een bakkie gaan pakken en dan kunnen we toeren naar Almelo. Almelo! Hoppa, in zijn drijf. Nou, mooi zitten, even gekoppeld. Zit je goed? Zeker. Mooi. Ja, kijk, als je ook zo ziet, de ruimte die daar achter de stoel zit, dat is echt wel bijzonder hoor. Zoveel. Je stoel staat bijna in het midden, je kan alle kanten nog op. Ja, dat klopt. Het is echt lekker ruim. Koelkastjes eronder, dit is ook wel mooi vind ik. Twee van die coole vakjes voor je flessen, dan heb je die flessen niet in je koelkast. Helemaal super. Veel ruimte. Nou, we gaan. Weet je wat ik dan altijd zeg? Ik zeg wanneer we gaan. We gaan. Poot had je ook omhoog gedraaid, hè? Ja, dat mag wel open. Ja. Hoor je dan ineens? Nee, gaat helemaal goed. Ik zie overal mijn eigen naam staan. Ja. Skitterend mooi. Ja, stem. Opleggetje rijden. Hoe ver moet ik eigenlijk? Verder. Uit de kust, hè? Keurig! Chauffeurtje of niet? In één keer achteruit, drankje erachteraan, spatzuiver. Goed vertrouwen van Bert. We staan dus binnen in Almelo. Mooie locatie. En hier achterin liggen altijd de tegels. En wat doen ze daarvoor allemaal? Ook tegels. Maar jij wist al dat we hier moesten lossen helemaal achterin. Lossen is altijd achterin. Dus verladen is daar. Oh, daarom wist je dat al. Nou ja, dus we hebben het hele stuk achteruit naar binnen gereden. Je wordt gelost hier? Ja. Zeiltje los. Plankjes los. Top. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, dan doen we dat. Geen spanning, hè Bert? Nee. Kom op, hè. Rustig aan. Bert even op stang jagen. En één kant hoeven we maar te lossen, de lange lepels. Ideaal. Ja, gaat die mis. Nou, ik heb op die al hoor. Ja, we kunnen weer.
vaste marmeren platen. Die hier staan enkel in de kop. Waarschijnlijk omdat ze zwaar genoeg zijn. Nou, dit was hem. Dit was het laatste. We gaan alle spanbanden, en daar waren we al mee begonnen natuurlijk. Spanbanden ratels op ratelen. De balken allemaal weer terug. Alles netjes opruimen. En dan is het eigenlijk klaar, hè, voor vandaag. Hey Bert, kijk, ja. Nou ben jij met die plaat bezig en ik ben ook met die plaat bezig. Dan gaan mensen op YouTube denken, waar zijn die platen eigenlijk voor? Geen idee. Oh. Hij is voor op de trein, als de trailer op de trein gaat. Dan wordt hij daar opgepakt, daar zitten de steunpunten. Ja, hoe worden die opgepakt, zo? Jongen. Ja, maar waar worden ze mee opgepakt? Met een kraan. Met een kraan? Ja, zeker. En dan zetten ze dus die complete trailer met een kraan op de boot, of trein? Op de trein. Trein. Ja. En hoe vaak gebeurt dat bij jullie? Nou, niet zo gek vaak. Oké, jullie rijden liever zelf heen. Ja, het beste. Maar goed, dan weet je in ieder geval waar het weer voor is. Ja, precies, auto moet rijden. Dus dat is dus voor de trein? Ja. Oké, tof. Dus dan wordt gewoon een hele complete trailer aan die vier haken dus blijkbaar. Onderaan gepakt, opgetild, op de trein gezet en zo worden ze dan vervoerd. Maar ja, dat moet je ook maar net weten als kijker. Ik denk ook van ja, waarom zitten die plaatjes daar? Dus dat is tof om te weten. Bij deze. Leuk man. Kijk, de papieren meteen. En de papiertjes. Ging mooi vlot oplossen. Dank u. Kijk, alsof ik de hele dag met mijn eigen transport bezig ben geweest. Ik heb overal kuipers zien staan. Op de trekkers, op de opleggers, op de spanbanden, op panden. Maakt niet uit, overal tot kuipers. Ik vond het schitterend mooi. Maar wat hebben we allemaal een beetje gedaan? Vanmorgen natuurlijk met Bjorn. Containers gereden, uit elkaar gehaald die containers CC. Nu met de zeilenwagen, eerst meubels. Jullie zijn ook van alles en nog wat aan het doen. Nu net tegels, via de zijkant, onder de overkapping. Helemaal schitterend mooi. Wat vond je ervan? Ik vond het schitterend mooi. Ja, kijk, helemaal ingeburgerd. Zeker, zeker. Helemaal goed. Bedankt voor de tekst en uitleg dat we mee mochten rijden, dat ik in je nieuwe auto mocht rijden. Ja, want dat was ook mooi, nieuwe XG. Dat was echt een dikke kar, rijdt goed. Nou, dit was hem voor vandaag. Ja, helemaal top. Ja. Jullie ook bedankt. Het was een mooie dag. Graag gedaan. Ja, wel even lachen toch ook? Ja, zeker weten. Ja. Nou, helemaal mooi. Doe een blauw duimpje omhoog als je het weer leuk vond met mijn eigen transportbedrijf. En als je het nou heel mooi vond, hartstikke mooi, dan kan je ook abonneren. Doe je een belletje omhoog. Dan blijf je ook op de hoogte van de nieuwe video's. Kost helemaal niks, is gewoon gratis. Dan wil ik hem afsluiten. Nogmaals, Bert, bedankt. Ja, ook jullie ook en dan bedankt. Zien we je weer in een nieuwe Kniepie Kuipers on Tour. Toppie. En wat zeggen we hier? Schitterend. Nee? Aju. Aju. Kom aan, en eraan. Oh ja, aju. 'T is alsof ik de hele dag met mijn eigen transportbedrijf heb gereden. Ik zie het op de trailer staan, op de opleggers. Hetzelfde is dat. Op de... Overnieuw. Hetzelfde is dat.